de Wildcup in Tielhof in Heerenveen, Wildcup 4. Het stroomt lekker binnen, veel mensen. Het is niet echt lekker weer. Betekent misschien wel dat het tijd is voor lage druk. En dat betekent... Een gezellig vlogje met Linda. Hey. Hey, topper. Is het vroeg? Nee, niet vroeg, het is 11:30. Nee, maar ja, het wedstrijdje rijden is niet altijd normaal. Normaal is het lekker snel rijden, maar we moeten er mee doen, hè? Eigenlijk mag ik het niet zeggen, maar ik had eigenlijk niet zo bij verwacht na de eerste wildcup. Dus hoe voelt het voor jou? Ja, ik ben zo blij, zo opgelucht van ja, ik kan nog schaatsen. En nu door voorbereiden, ga je eerst weer naar Canada of... Ja, nou kijk, ik denk dat we vanmiddag wel zullen zien dat mijn tijd niet snel genoeg is. Ik moet nog wel hoop in te halen, maar dit is in ieder geval een stap in de goede richting. Maar slecht is die tijd zeker niet, nee, hè? Nee. Geen succes, hè? Pavel, je opening 16-2, dat was al, ik dacht van, dat is goed. Alleen toen reed hij 4-9, mijn rondje was 4-8. Ja. Toen dacht ik, nee, dat gaan we pakken. Maar dat is genoeg en dat is wel echt lekker. Ja, nee. Zeker de volgende 10 hier dan binnen is mooi. Dat was wel even apart, maar nee, ik wil heel erg blij met race. Maar 9-9, de eerste rondje dacht ik, wat doe ik? Waarom ga ik zo hard? Een beetje uitrusten of nog trainen? Nee, we hebben genoeg getraind. We gaan natuurlijk wel wat bijhouden, maar proberen fit te blijven. En, technisch even puntje op de knie en dan gewoon kijken we wel de baan op kunnen pakken. Ja,